voor mij is al die dieren bijbelangrijk. Maar in het bijzonder olifanten. Zoals ons meer tijd in die bos gaan spanderen, gaan we kijken naar de levens en wat olifanten in werkelijkheid is. Zoals jullie kunnen zien, die Oos-Kaapse bos is niet zo makkelijk om olifanten te vinden. En ons is net bewust van dat ons niet binnen in die trop wil inbeweeg nie. Dit kan ons in een potentiële gevaarlijke positie plaatsen. So, ons zit so net aan die buitenwijken van die olifanttrop. Hulle is hier allemaal geleë, hier voor die voertuig en die kar. Vooral als ons in een broeitrop soos hierdie sit, waar een baie kalfies is, is het belangrijk dat hulle moet gekalmeerd bly, hulle moet kalm wees. En toch, hulle weet ons is hier so, hulle kan ons ruik. Inteendeel, die een olifant koei het haar slurp so hoog op en sy ruik die lucht. Het is een sintuig wat baie belangrijk is. Sy kry nou een goeie reek van ons. En sy sal dit kan analyseer en terug aangaan in haar memory bank, as het ware. En sy sal weet wie hierdie persone is, want hulle onthou enkele persone, hulle onthou stemme, hulle onthou reuke. Hulle is baie, baie slim dier. Daar het ons een jong olifant met nie een volwassene, en wat die olifantje daar so doen, sy proe die kos en die smaak van die takke en die kos wat die ouwe olifant geëet het in haar mond, en dan kan sy dit self analyseer en weet wat sy kos hoort om te eet. Voor olifant is dit nogal belangrik, want hulle leer baie komponente van olifant wees van hulle ouers af. En dis net een manier hoe jong olifante kan leer wat om te eet en wat om te vermy, is om dit te ruik in die mond van ouwer olifante. As mens kyk na die olifantkoei, na al die are aan die achterkant van haar ore, daar so kan ons dit baie mooi sien. En daar die are is belangrik, want elke keer as sy haar ore flap, en dit is een methode wat die lichaam instel om die bloed af te koel in die ore. En daar die afgekoelde bloed word dan gesirkuleer om die brein, sodat die brein een constante temperatuur kan handhaaf. Nou, dit wat ons gehoor het, is die communicatie tussen olifanten, dit is op een lae frequentie. Dit kan baie groot afstande trek, vooral dier die bos. En hier kom ons eerste groot bul, wat nou deurstap. Die olifantbul is in mist. Ons kan dit duidelijk sien dier die uitskeidsels op sy tempelarea en om sy geslagsdele. Dit beteken dat daar hoë testosteroonvlakke in sy gestel is, en dat hierdie dier reg is om mee te paar. Kyk hoe ontstoke raak hulle as die bul naby kom. En basis wat gebeur is, die bul kom in en hy kom toets die koeie. Letterlik kom kyk na hulle en kom maak seker dat hulle met kalf is. Kyk hoe gee sy haar been en gee haar agtersteven as een teken van submissie vir die groot bul. Asook die ander koeie met hulle kalvers. Ek het nou weggebreek van die kar af en ek sit hier so baie na by die afstand van die olifante. En hulle het inbeweeg hier so by die watergat en hulle bad met modder en spuit water. Die kalfies kom nou in en hulle kom speel. Dit begin nou een modderbad word hier so. En sien hoe gee hulle mee vir die groot bul wat inkom. Hy is meer dominerend oor die koeie. Hierdie olifantbul wag baie geduldig vir sy geleentheid om in te beweeg aan die modderpoel toe.
En zodra hier die dominante bol zal afbewegen of wegbewegen, dan beweeg je die bol in. Gauw een makkelijke onderscheid te maken tussen een bol en een kooi-olifant. Dus kijk naar die voorkop. Die voorkop in olifantbullen is rond. Waar die in olifantkooien heeft een baie sterk hoek. Al 100 jaar terug was er minder dan 11 olifanten in die Ooskaap geweest. Als gevolg van ons natuurbewaring, ons zaken, die ijverige werk wat ons ingesit het, het ons een prachtige trop olifanten vandaag hier op Shamari. En ons kan zien dat hierdie dieren is gehuisves in hulle natuurlijke omgeving weer te kan leef en te kan broei en teel en hulle alledaagse levenscyklus uit te leven. Now remember, Johan is an experienced professional, so please don't approach elephants on your own.